Goeiedag, wij zitten hier maar in de kou en de regen, maar onze voetbalhelden werkten de afgelopen weken lekker ver weg in de zinderende zon. Aan het eind van deze Sportclub Rijnmond ziet u Feyenoord bij de Sultans in Oman. Daarvoor nog prachtige beelden van Excelsior in Suriname, maar we beginnen met Willem van Hanegem. Want onze legendarische nummer 10 was gisteren op het kasteel bij Sparta Go Ahead. In de rust van die wedstrijd speelde een team van oud-Spartanen tegen de Sunday Foundation van Sander de Kramer en Hugo Borst. En Van Hanegem was coach van die laatste ploeg. Onze grote held bood vorig jaar op televisie en in zijn column in het AD zijn hulp aan bij Feyenoord. Maar daar is de club tot nu toe nog niet op ingegaan. Daar is Van Hanegem verbaasd en volgens mij ook een beetje verdrietig over. Als iemand vraagt aan mij, zou je Feyenoord willen helpen? Dan zeg je heel impulsief, zeg je ja natuurlijk, omdat het je club is. Nou, dat vind ik dan niet zo gek. Later ga je misschien over nadenken, ja, wat moet je doen, eventueel. Nou, daarna heb ik een column gemaakt, ik heb een aantal wedstrijden gezien. Ik heb de opstelling nog in mijn zak, hoor, van Feyenoord Excelsior. Want ik zei nog, er zijn twee spelers die hierop staan die bij mij niet in het elftal kwamen. Bij wijze van spreken, maar dat was meer een grap. Maar dan zit je te kijken en te denken, hoe is het in godsnaam mogelijk? Dat ze veel kwaliteiten hebben, en daar blijf ik bij, en dat ze toch zo slecht spelen. En bij Feyenoord is het zo, als ik jou een bal geef, dan gaan we met z'n vijven staan te kijken wat jij er eens mee gaat doen. En er is er dan niet één waarvan ik denk van, hé, Pietje, godverdomme nou aan. En niet één, nee vier. Waardoor diegene de bal komt, ook weer mogelijkheden, meer mogelijkheden heeft om af te spelen. Dat is toch, als je dat spel geweldig vindt, dan loop je zoveel en dan ben je zoveel onderweg dat jij moet zeggen tegen hun, hey, nou even wachten, wat nu was het zijn optie geweest om zich aan te bieden. Maar wat je nu tegen mij zegt, hè, die rol zou je toch prima kunnen vervullen, gewoon met spelers individueel praten over het vak? Luister, ik ga me niet, ik ben geen bedelaar, ik ga me niet, begrijp je, dat is... Daar voel ik me weer net te groot voor. Ja, logisch volgens mij. Ja. Dus ik zit niet zo dat ik de hele dag thuis zit te wachten. Maar ik kan nu ook ergens beginnen bij twee grote clubs. Maar, en het is niet opscheppen, maar daar heb ik helemaal geen zin meer in. Kijk, daarom begrijp ik niet dat iemand bang is voor mij. Nee. Ik hou als een bedreiging ziet. Ja, dat is iets wat ik niet begrijp. Dan heb je een hele verkeerde gedachtegang. Ik wil helemaal geen trainer zijn of zo. Weet je niet, dat is ik wil niet meer 5 dagen of 6 dagen op zo'n veld staan. Dat is niet de bedoeling. Je bent erg betrokken, dat blijkt uit hoe je over die club blijft praten. Nou, ja. Ja, soms dan denk ik even rustig aan, Wim. Maar, nee, maar dat gaat dan eigenlijk vanzelf. Dat is stom misschien, maar. Zo voel ik het niet, maar dat kan een ander wel eens vervelend vinden. Ja, dit blijft toch een geweldige man. Hij zag overigens Sparta gisteren op het kasteel 1-1 spelen tegen Go Ahead. Lucas van Oeveren maakte vlak voor tijd gelijk uit een vrije trap. Hij is dan ook onze speler van de week. Lucas van Oeveren, je debuteert voor Sparta in de competitie en gelijk zo'n schitterende bosbloemen als speler van de week. Dat moet een fantastisch gevoel zijn. Ja, zeker. Het is mooi om mee te maken. Eindelijk mijn debuut en dan ook nog een belangrijke goal maken. Dat is echt mooi. Wie is jouw grote voorbeeld? Ja, die heb ik eigenlijk niet, maar als ik dan toch iemand moet zeggen, dan is Beckham wel een van mijn voorbeelden. Het lijkt ook wel een klein beetje op hem, of dat hoor je vaker zeker? Nee, dat is de eerste keer dat iemand het zegt. Ja, dat is de eerste keer. Is er ook al een Porsche in je leven? Nou, dan moet ik nog even hard voor trainen en dan hoop ik die ooit te verdienen. Na zijn competitiedebuut heeft Van Oeveren te weinig wedstrijden gespeeld om in aanmerking te komen voor het algemeen klassement. Daarin gaat Tom Beugelsdijk nog altijd aan de leiding voor de Kralingers Klaasie en Fernandez en Feyenoord-doelman Rob van Dijk.
Gaan we naar Excelsior. Dat had een wisselvallige voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Gisteren werd de oefenwedstrijd tegen Heerenveen knap met 2-1 gewonnen. Maar op trainingskamp in Suriname werd er 2 keer verloren. Waarvan 1 keer zelfs van een team met de 48-jarige Ronnie Brunswijk in de spits. We gaan nog 1 keer terug naar het trainingskamp van Excelsior in Suriname. Ryan Koolwijk. Ik ben half Surinaams, half Nederlands en mijn moeder is van Surinaamse afkomst. Ik ben Gio Fernandez. Ik ben half Antilliaans, half Surinaams. Ik ben Miguel Nelam. Beide ouders komen uit Suriname. Ik ben Kevin Watamaleo. Beide ouders uit Suriname. Ik ben Delano Aquen. Mijn vader is Surinaams, mijn moeder is Nederlands. Ik ben Richard Nieveld. Mijn vader is Surinaams en mijn moeder is Nederlands. Dit zijn de 6 spelers van Excelsior met Surinaams bloed. En voor hun was de trainingskamp in Suriname natuurlijk extra speciaal. Ja, het is leuk dat je jongens een beetje kan laten zien van waar wij dan een beetje vandaan komen. En dat je dan op trainingskamp hier naartoe mag gaan, is denk ik alleen maar mooi. Het is voor mij de eerste keer en ik vind het wel leuk om hier te zijn. Ik heb tenminste een indruk gekregen van waar mijn vader vandaan komt. Mijn ouders zijn hier en hier zijn mijn ouders ook geboren. En, mijn moeder is Creools en mijn vader is Indiaan, dus die is dan in het bos geboren. En je wilt toch wel elke keer als je terugkomt toch wel zien hoe zij dat hebben ondervonden. Het is mijn 3e keer dat ik hier ben, dus het is alleen maar leuk om weer terug te komen en weer familie te zijn. De ouders van Kevin Watamaleo en Ryan Koolwijk waren dus in Suriname om hun zoon aan te moedigen. En daarnaast waren ook Chris van de Jacht en Ben Bruins als supporter in Suriname. En Bruins is de vader van Feyenoorder Luigi. De vraag is of hij niet liever bij zijn zoon in Omaan wilde zijn. De club Excelsior ligt dichter bij mijn hart dan de club Feyenoord. Maar ik was graag met mijn zoon meegegaan naar Omaan. Laat het heel duidelijk zijn. Als het later was gebeurd, Omaan, was ik ook naar Omaan. Naast het supporteren van Excelsior hadden de 3 vrienden voldoende tijd om ook het land wat beter te leren kennen. Ik heb een boek van mijn vader vroeger gehad over het Surinaams legioen. En daar werd de hele ramp uitvoerig besproken. Op een gegeven moment wouden ze hier landen op Zanderij. En hebben ze problemen gehad omdat ze de landingsbaan als goeds niet konden zien, de piloot. En daarna stort het vliegtuig neer. En er zijn veel Surinaamse voetballers omgekomen. Ik krijg nu weer kippenvel. Ja, je voetbalt natuurlijk zelf. En als je daar dan aankomt inderdaad, dan merk je inderdaad ook aan iedereen dat iedereen daar wel een soort van geschokt is. Iedereen heel stil is en ook heel nieuwsgierig daarna is en veel vragen stelt. Ik heb natuurlijk veel over gehoord al en het is natuurlijk een erge gebeurtenis die je nooit zal vergeten. En ik stond wel even stil en na te denken van zo en zo, weet je, het kan ieder gewoon gebeuren. Het kan met de Suriprofs tegenwoordig ook gebeuren nu. Van dit indrukwekkende moment bij Excelsior gaan wij naar Feyenoord. Dat begint aanstaande woensdag weer aan de competitie, gelijk tegen Ajax. Maar laten we eerst even terugkijken naar het trainingskamp in Omaan. Onze Ruud van Os was daarbij, maakte de volgende reportage met een heldere eindconclusie. Het was zoals het bij Feyenoord al maanden is. Goede sfeer en mager voetbal.
Oman, land van 3 miljoen inwoners, waar de temperatuur al heel vroeg hoog oploopt. Als Feyenoord net zo mooi gaat voetballen als dat Oman is, staat onze geweldige tweede seizoenshelft te wachten. Deze Sultan Qaboos bin Said Al Said heeft het al 40 jaar uitstekend voor elkaar. Wat zegt nou zelf, dit werkpaleis in de hoofdstad Muscat maakt van Paleis Noordeinde in Den Haag toch een buurthuis, om over zijn bootje nog maar te zwijgen. Loop een willekeurig hotel in en de pracht en praal van Oman laat je niet meer los. In deze omgeving, in dit stadion, in de havenstad Sohar, werkt Feyenoord zich een week lang in het zweet. Want dat het beter moet in de Kuip dan de 13e plek, daar is iedereen van overtuigd. Hey boys, handpakken snel, hup, houd dit niveau vast. Rustig. Het is natuurlijk duidelijk dat een coach afhankelijk is van goede resultaten. En dan hebben we het natuurlijk over het feit of je wel of niet door mag gaan bij deze club. Maar aan de andere kant, als je daar elke dag mee bezig bent, dan word je gek. De Rotterdammers hervatten de competitie woensdag tegen Ajax met Erwin Mulder in de goal, omdat nu weer Rob van Dijk geblesseerd is. De keepersoap in de Kuip is nog niet ten einde, want ook Darlei is niet fit. En Mulder zelf is net hersteld van een blessure aan zijn hand. Ik had een scheurtje in het bot van mijn ringvinger. En dat zat eigenlijk van hier tot hier. En... het was niet helemaal doormidden, maar was gewoon een scheur in de lengte. Het zag er heel mooi uit, maar het deed behoorlijk veel pijn, dat wel. Ik heb er langer mee gelopen dan dat ik eigenlijk gewild had, maar het is nou achter de rug en daar ben ik heel blij om. Een week lang werkt Mulder naar het duel met Ajax toe. Hij moet er staan, anders is zijn kans in Feyenoord 1 voorgoed verkeken. Want de fouten die hij maakte tegen de Amsterdammers in de bekerfinale van vorig seizoen is niemand vergeten. Je gaat niet expres in de fout, je wil geen fouten maken. Maar ja, die dingen gebeuren en ook bij mij. En dat uitgerekend tegen Ajax gebeurd is zuur en ook in de bekerfinale. Ja, het wordt tijd dat Erwin Mulder is laat zien met zijn imposante... verschijning dat hij ook wedstrijden voor ons kan winnen. Ik hoop gewoon dat ik tegen Ajax gewoon weer van mijn beste kant kan laten zien. Hij moet meer aanwezig zijn en met zijn lichaam gewoon dominanter worden in het 16 meter gebied. Dit is het hotel waar Feyenoord verblijft. Een perfecte plek, want van enige verleidelijke afleiding is geen sprake. De Rotterdammers zijn in Oman niet alleen om zelf te trainen. Nee, de plaatselijke bevolking wordt niet vergeten. We zijn hier in het stadion van Oman. En daar hebben we vandaag een clinic met 2 voetbalploegen. Blijf met Oman. Yes, man. Weet je, we gaan een beetje kappen en draaien met deze jongens. Ah, ze kunnen wel goed voetballen, sommigen. Moet eerlijk toegeven. Kijk, hij. Hup. Yes, good. Was goed, hè? Yellow. Feyenoord speelt in Oman 1 oefenwedstrijd tegen een regionale selectie. Sohar is er helaas niet vooruitgelopen. Er komen zo weinig toeschouwers op af dat Mario Been ze allemaal een hand kan geven. Met Van Dijk en Darlee in de lappenmand is keeperstrainer Patrick Lodewijks reservedoelman. De journalisten en meegereisde geldschieters zien het vanuit de ereloge met gemengde gevoelens aan. In Oman is het trouwens een goed gebruik dat je wordt verwend op de tribune. Dit keer met een lokaal Mona-toetje. Feyenoord speelt met stagiair Christian Simon in de basis. De Hongaar tekent vandaag zo goed als zeker een huurovereenkomst. De Kazak Sergej Kiznichenko begint op de bank. AZ-huurling Gilles Wertz staat wel in de basis. Dat kan niet gezegd worden van de geblesseerde Leroy Fer en Jorginho Wijnaldum. Het trainingskamp mag dan uitstekend zijn, dat is de wedstrijd zeker niet. Deze voorzet van Cabral mag er zijn, maar zorgt verder voor weinig gevaar. Vlak voor de pauze, weer een aanval over links. De Klerk geeft voor, de keeper gaat onder de bal door. En Christian Simon doet wat hij moet doen. 1-0 voor Feyenoord. Tot vreugde van wat aanwezige Feyenoord-fans.
In de tweede helft wordt er veel gewisseld. De kopkans van invaller Kiznichenko is eigenlijk het hoogtepunt. Het eindsignaal van de scheidsrechter trouwens ook. Feyenoord wint in Oman, maar overtuigt wederom niet. En dat leidt buiten het stadion tot overleg. Duidelijk is dan al wel dat Sergej Kiznichenko niet voor Feyenoord gaat spelen. Hooguit voor Excelsior, als daar in Kralingen tenminste behoefte aan is. Ineens vinden we de spelers van Feyenoord in een tent in de woestijn. Waarom? Voor een officiële bijeenkomst. Our leader Kabul, making the dreams come true. Great, clever, clear vision. Helping us to change Ali for Oman, better for Oman. Er worden bomen geplant. Een Nederlandse uitvinding moet ervoor zorgen dat ook bij hoge temperaturen groen kan groeien. Er is over nagedacht. Ja, er is heel erg over nagedacht. Complimenten. En bomen planten is voor sommige Feyenoorders zowaar niet nieuw. Ook. Ja, in mijn eigen tuin. Ik was een boom geplant. Nou, dat is nog niet zo lang geleden hoor. Ik heb de laatste jaren toch ook huisjes met flinke tuinen gehad. Dus, Hij zit een beetje aan de andere kant van de bak. Kijk zo, wat goed zeg. Hey. Ja, die boom komt er al uit, zie je net. Het gaat zo snel, jongen. Ja, het vliegt er gewoon uit, man. Dat is ongelooflijk. Wel dan. Feyenoord laat zich in Oman dus ook van haar duurzame kant zien. En van haar sociale. Want de verjaardag van teammanager Bas van Noordwijk wordt niet vergeten. Van de woestijn naar het zwembad. Een grote contrast bestaat er niet. Het is dé trainingsplek van de licht geblesseerde Leroy Fer en Jorginho Wijnaldum deze week. Het zijn de twee meest geïnterviewde spelers van Feyenoord op dit moment. Ik sta elke keer weer dezelfde vraag Maar dat krijg je als Feyenoord wil dat beide spelers nu bijtekenen om te voorkomen dat ze over anderhalf jaar transfervrij en dus gratis de Kuip uitlopen. Ik moet er zeker van zijn van wat ik doe en ik wil niet zomaar een beslissing maken. Dus ja, we moeten er wel allebei beter van worden. Niet alleen de club en ik niet, of niet alleen ik en de club niet. Dus. In deze periode denk ik wel dat ik gewoon bij Feyenoord blijf. Want, ja, het is een beetje een vervelend seizoen en ik wil natuurlijk wel goed, als ik wegga bij Feyenoord ooit, dan wil ik wel goed weggaan en niet op zo'n manier. Ja, dan is het een kwestie van een pen pakken en een contract ondertekenen en langdurig bij deze mooie club blijven. En nogmaals, de situatie is nu even niet rooskleurig, maar ik weet zeker op de langere termijn komt er dadelijk weer een Feyenoord die op alle prijzen mee gaat spelen. Nou, ik wil je bedanken voor dit gezellige interview. En ik hoop dat je fit bent tegen Ajax en dat je er 2-1 scoort. Ik wil ook bedanken. Ik wil jou ook bedanken dat je mij wou interviewen. Het zijn genoeg leuke spelers die je interview kon doen, maar je koos mij. Dat vind ik echt okay, tof van je. Oké, okay. Ja, dus kom. Ja. Zo ziet een week van Feyenoord eruit in het buitenland. Of het nou Turkije, Spanje of Oman is, het dagelijkse ritme in een trainingskamp is overal hetzelfde. En de grappen ook. Moet dit nou? Je collega doet het niet doen voor hem. Minder man. Ja, met dit prachtige Oosterse waterballet eindigt deze Sportclub Rijnmond. Woensdagavond gaan we zien wat het trainingskamp Feyenoord heeft opgeleverd. De wedstrijd tegen Ajax kunt u natuurlijk volgen op Radio Rijnmond. En dan hebben we vrijdag weer onze wekelijkse voetbaltalkshow FC Rijnmond. We zien u dan heel graag terug. U was een fantastisch publiek. Bedankt voor het kijken.